Lieve ridders van Gelre, vorige week waren jullie al even op kasteel Biljoen in Velp. Maar er is hier zoveel meer te ontdekken. Komen jullie snel terug? Ik kan niet wachten, Jorien. Oh, eindelijk al die geheimen van kasteel Biljoen ontdekken, hè? Gaan we doen. Zoveel te vertellen. Bas is al buiten, dus we kunnen meteen op pad. Het kasteel is in 1531 gebouwd, in één keer, eigenlijk door Karel van Gelre. Het 16e-eeuwse kasteel zag er anders uit, maar de fundamenten zijn wel 1531 dus. De voetjes zijn van Karel? Ja. Maar daarboven zie ik nog heel veel uit latere periodes. Wie hebben hier allemaal gewoond? Ja, Karel heeft maar 4 jaar gehad. Een beetje teleurstellend misschien voor je. Ja. Daarna heeft de familie van Lennep er gewoond. Eigenlijk een familie uit Gelderland die het eigenlijk steeds minder goed deed. Raakt aan lage wal. Dan wordt het in 1661 gekocht door Alexander van Spaan. En dat is een hele grote man. Alexander van Spaan. Ja. Dus volgens mij, van Spaan is wel een belangrijke familie voor Biljoen. Ja, het is een hele belangrijke familie. Ja, het ziet er nu ongeveer nog uit zoals in de tijd van Alexander van Spaan. Van Spaan, ik ga naar binnen. Dankjewel. Succes. Fijne dag. Dank je. Van Spaan. René. Van Spaan. Dit zijn alle vroegere bewoners van kasteel Biljoen. Ja, en daar zijn ook de allerbelangrijkste bewoners bij. Als eerste zie je daar Alexander van Spaan. Hij koopt kasteel Biljoen in 1661. Dan gaat het door met zijn zoons, zijn kleinzoon en zijn achterkleinzoon is de laatste. En dat is de bekende Johan Frederik Willem van Spaan, die de stukzaal met die prachtige decoraties laat versieren. En hij is de held van Biljoen. Je zou hem de held van Biljoen kunnen noemen, want hij brengt Biljoen tot enorme bloei aan het eind van de 18e eeuw. Maar we moeten Alexander van Spaan niet vergeten, want we hebben nu ontdekt dat hij ook een heel belangrijke rol heeft gespeeld hier op Biljoen. Welke rol? Wat doet hij? We kenden hem vooral als veldheer, maar we hebben hem nu leren kennen als bouwheer. En hij is degene geweest die de grote zaal hier liet bouwen. En uiteindelijk heeft zijn achterkleinzoon, de held van Biljoen, daar die prachtige, unieke stukzaal van gemaakt. Zo is het gegaan. Dus de zaal was er al ten tijde van Alexander. En Johan Frederik Willem maakt met de nieuwe decoraties de zaal tot een zaal die van internationale allure is. Maar ook in de decoraties van de stukzaal zijn allemaal nieuwe ontdekkingen gedaan. Ja, als je nog eens goed kijkt naar al die voorstellingen, dan blijkt daar toch veel meer achter te zitten. We gaan heel goed kijken, Jorien. Kom. We hebben allerlei symboliek ontdekt. En het is heel grappig om te zien dat de 4 elementen hier verstopt zijn. Die kleine mannetjes. Die kleine, dikke, blote mannetjes. Oh ja, die midden in de zaal zitten. Ja, ja. Ja, die zitten daar bovenop. En eentje heeft een aanbeeld bij zich, verwijst naar het vuur. De ander, de eg, die verwijst naar de aarde. En dan hebben we ook nog eentje met een vogeltje, die verwijst naar de lucht. En de laatste met een kan waar water uitstroomt, die verwijst naar het water. En zo zijn de 4 elementen hier aanwezig. We hebben ontdekt dat de 4 seizoenen verstopt zijn. Zie je de winter, de herfst. Oh ja, met de druifjes. Ja, de druiven en ook de peren aan de boom. De lente en de zomer op de lange kant. En zo zie je dat er eigenlijk veel meer symboliek in verborgen zit dan we dachten. Maar dit is echt het hoogtepunt van de Nederlandse architectuurgeschiedenis in de 18e eeuw. Qua laat 18e eeuws interieur is het echt, hoort het tot de top en is het van internationale allure. Prachtig hè, dat wij dat gewoon hebben in Gelderland. Dat hebben wij in Gelderland, zeker. Maar zo'n uniek kasteel in Nederland, dat moet toch iedereen kunnen zien? En iedereen wil natuurlijk deze prachtige zaal zien. En dat kan soms met Open Monumentendag. Dan zijn er mogelijkheden om Biljoen te bezoeken, maar het blijft beperkt tot 1 keer per jaar. Het kasteel wordt natuurlijk bewoond, het is een particulier bewoond kasteel en daarom is het niet toegankelijk zoals onze andere kastelen toegankelijk zijn. En dat was de wens van de laatste eigenaar van wie wij Biljoen hebben overgenomen. Ja, stond het testament. Ja, dus daar houden we ons aan. Maar we hebben nu dat mooie boek gemaakt waarin heel veel van de verhalen van Biljoen en heel veel nieuwe ontdekkingen van Biljoen te lezen zijn en voor een heel groot publiek toegankelijk zijn. Daar moeten we het dan maar mee doen. Daar doen we het mee. Zit hij vast? Ja, zit vast. Deze vlag hoort hier natuurlijk. Deze vlag hoort hier. We moeten even eindigen met een hoogtepunt. Het wapen van Karel van Gelre moet toch op dit kasteel? De vlag van Karel in de top. Nou Jorien, kunnen we 2021 beter beginnen? Volgens mij kan het niet. Het is prachtig. Ik weet nu al, het wordt een mooi jaar.